Vandaag sta ik hier in Crossgym, want ik ben met mijn oude maat Bo! Yo! Oh! Oh, yo! Holy shit! Yo! Yeah! Yo mensen, wat is het goed nieuw voor jou? Mijn naam is Rutger en vandaag sta ik hier in Crossgym. Jullie weten dat Crossgym dicht is, maar ik ben hier om ze te helpen, want ze hebben het best wel zwaar deze tijd. Dus als jij rond Breda woont en de lockdown is voorbij en de trampolinepark mag weer open, kom je dan even langs om te springen, want dat zullen ze heel erg waarderen. Vandaag ben ik niet alleen, want ik ben met mijn oude maat Bo! Yo! Flipcheck. 5! Dubbel flipcheck trouwens! Oh, hij anticipeert wel snel, gast. Bro, mindset, man. Dus ik ben hier vandaag met Bo. We gaan niet alleen in de blokpark springen. We hebben zometeen een heel leuk idee, maar dat komt na de warming-up. We gaan eventjes een beetje warm worden met als sicke tricks. En Bo, jij mag voor mij een challenge verzinnen die niet te moeilijk is. Oké, dan zeg ik backstall backflip. Laat zien. Yes. Oké, die is heel ziek. Ik heb het nog nooit van mijn leven gedaan, maar ik ga gewoon een poging wagen om een back te doen. Dan een beetje uitstrekken en dan weer klein maken. En dan... Het zal niet zo mooi zijn als die van hem, maar ik ga wel een poging wagen. Oh! Oei, yo. Dat is hem gewoon, hè? Ja, echt serieus! Gaat de eerste keer in mijn leven, gast. Holy. Doe hem nog een keer, dan moet je hem iets proberen. Iets langer. Iets, langer, hè? Iets rechter eigenlijk. Ondertussen, want ik moet heel veel uitrusten, gaat Bo een trick voor je doen die ik echt helemaal totaal niet kan. Dat is namelijk full full. Oh, die is echt zo sick, gast. Full full. Ja, ik zie jullie denken van wat gebeurde daar. Nou, het is dus een full in één keer nog een full. Heel sick. Hoe lang heb je daar geoefend? Hoe wil je het echt weten? 2 dagen. Nice. Hey, beter hoor. Dat voelt echt heel sick trouwens. Kijk, als je dual back kan, is het ook een aanrader om te oefenen. We gaan nu daar naar een hele hoge berg toe van matten, waar we iets sicks gaan doen. En ik heb al een challenge voor Bo, dus kom mee. Bo en ik hebben vroeger in een trampolinepark gewerkt en toen gingen we heel vaak tegen de muur aanlopen. En hier hebben we een setting waar je dus tegen de muur aan kan lopen, maar het is upgegrade, want het is hoger dan normaal. Geupgrade. Hij is geupgrade. Zei ik het verkeerd? Upgegrade. Het is upgegrade. Nederlands is een moeilijk vak, jongens. Kijk, komt ie. Tas. Homo. What? Dus nu moet je erop komen. Nice! Als je dit een keer zelf wil proberen, het lijkt echt veel makkelijker dan het is. Ik zag het voor de eerste keer, dacht ik van ja, gewoon je rug omhoog lopen, easy. Probeer maar een keer in een trampolinepark, het is echt best wel lastig. Ik ga nu proberen om erop te komen. Ja, ik had het nu al gehad hoor, dus ja. Wat zeg je allemaal? Ja, easy. Yes. Ja hoor. Gaat dit wel echt sick, man. Kijk, we staan erop. Best hoog, zoals je ziet. En deze trampoline, die veert heel raar. Ik weet niet of je wel eens bij Crossgym bent geweest. Het is eigenlijk een hele goede trampoline, maar toch... Ja, heel chill vinden wij hem persoonlijk niet. Ja, hij veert heel anders dan bijvoorbeeld zo'n Eurotramp. Ja, of een tuintrampoline ook natuurlijk totaal anders. Dus best wel wennen. We gaan proberen om hier naar beneden te springen. Dan gaan we proberen om onze enkels niet te breken. Dat hoop ik. Dat is de bedoeling. Holy. Zoals je zag, zweefde. Is dat een goed woord of is het nee? Het is wel zweefde. Hij zweefde echt een half uur zoals je zag. Heel sick. Ja, hij zwoof. Hij zwoof. Full send. Oei. Easy. Bijna mijn rug op die rand. Ik ging totaal niet omhoog. Echt totaal niet. Oké, we hebben even een kleine challenge. Weer vanaf de grote trampoline naar de blokbak. Net als net. Nu niet meer vanaf het hoge ding, want dat was niet heel chill. Dus je springt op deze trampoline. En dan dubbel side over dit stuk heen de blokkenbak in. En ik denk niet dat Bo het kan, maar we gaan het zien. Ook. Oh, zo. Holy shit, man. Gast, hij haalde niet een beetje. Hij ging gewoon over de helft heen. Heel sick, lekker bezig. Als Bo deze easy ging halen, zou je Chucky doen, zei je net. Nou ja, laat even weten of je dit easy vond. Als je een blauw duimpje omhoog achterlaat, vind je het easy. Dus volgens mij... Heel gauw. Komt er een Chucky aan. Maar eerst ga ik maar even dubbelsluit gooien. Ja, ziek houden, ja. Maar dan nog één erbij. Holy shit, oh, joh. Je ging zo koud en hard. Ik doe dit nooit meer. 2 keer iets engs gedaan, 2 keer bijna mijn hoofd eraan. Mijn dubbel side was zeker niet geweldig, maar het was hem wel. Dat is dood eng of zo. Ja, dat was. Laat even weten in de reactie of je ooit een slechtere dubbel side hebt gezien. Holy shit. Ik tenminste, ik heb nooit een slechtere gedaan. Holy shit. Die kan je dubbelen. Holy, kan je zo hoog, gast. Het is makkelijker dan dubbel zijn. Oké, die Chucky van Bo was super sick. Nu heeft Bo een andere challenge voor mij. Jij mag hem eerst doen. Nee, zo werkt de challenge niet. Oh, zo werkt de challenge niet. Leg uit. Challenge is uit stand op deze trampoline triple full. Alleen voor jou. Oké, voor mij. Allebei. Maar ik wil hem eerst doen, jongen. Helemaal uitrusten. Maar, dit is wel echt een hardcore trick. Dus dan doe ik even mijn trui uit. En mijn shirtje aan. En dan komt het goed. Easy, bro. Was niet helemaal uit stand, maar oké. Okay. 1, 2, 3. Voor de mensen die dachten dat ik triple full clean had, Bo bestaat ook nog in deze wereld. Super sick, ik ga nog een keer doen. Oeh, die was wel helemaal standing, daar kan je nu niks aan zeggen. Die was helemaal standing, en maar je moet hem wel landen.
Ja, ja. Oh, joh. Bijna. Ja, yes. Easy. Oké, we hebben nu een leuk idee. We gaan heel even. Standing quad full, let's go. Nee, ja, grapje. Gaas, doe. Kan je wel sowieso quad, kan je dat, denk je? Ik vind van deze trampoline gewoon niet zo. Ben ik een beetje bang. Ja, snap ik. Ik kan hem niet heel goed of zo. En dan ben ik bang als ik dan val en ik daar helemaal open lig. Zullen we dan maar het volgende idee gaan doen? Oké, wat we doen is deze matten en dat blok gaan we hier intussen neerzetten. En dan moet ik wel hoogte pakken bij een flip. Ja. Oké, we hebben even 3 matten neergelegd. Zometeen doe ik dat grote blok, ik bedoel niet Bo, dat grote blok erachter, doen we erop. Maar nu eerst heb ik een challenge voor Bo die ik even ga doen. Scoot erop naar dubbel full. Easy, gast. Nice. Als hij zo hoger is met die andere erop, kunnen we misschien wel triple eraf doen. Kunnen we ook full in misschien doen. Scoot full in. Holy, dat zou echt keihard zijn. Die was echt heel clean. Ja, ging op zich wel oké, toch? Oké, Bo, die was net als leuk. Yes. Maar jij hebt nog een leukere. Alright, ik ga vanaf trampoline. Frontflip op het blok. En dan splitsen. Winch, maakt niet heel veel uit. En dan gewoon Rudy. Frontflip, uitstappen. Oh, je gooit helemaal aan het eind nog een twist eruit, gast. Ja. Ik dacht eerst dat het een Barani zou zijn. En toen helemaal op het eind, omdat hij bijna het blok raakte, kwam opeens een hele snelle twist. Ik ben heel erg gewend dat je op iets hard afzet. Dit is zacht, dan hè? Op het einde nog zo. Kan ja, afzetten, ja, ja, ja. Die boost krijgen, maar dat moest ik hier maar een beetje faken. Hey, maar hij telt wel, want het was gewoon Rudy. Dus nu moet ik hem ook proberen. Ja, door. Hier, eitje. Nice, die was wel lekker hoor. Oké, er staan nu nog 3 matten. We hebben de laatste challenge voor deze opstelling. En daarna doen we deze grote blauwe blok, leggen we dan op. Dan is hij nog hoger. Bo, laat de laatste challenge zien. Deze challenge lijkt misschien niet heel moeilijk, maar het is gewoon technisch is lastig. Want het is iets wat je normaal nooit doet. Laat me zien. Zo ziek. Dus sideflip, 1 been belanden en dan mislek side in één keer eraf. Dat is de bedoeling. Hier, oh, gaat. Chill, man. Hier, hartstikke makkelijk. Ik had chiller dan verwacht. Dit is wel serieus hoog. Ja. Ja. We moeten hier eigenlijk die scoot triple full vanaf doen. Oh, nee. Kijk, die scoot triple full is keihard, maar die laten nog heel eventjes, want Bo had eerst een idee om een double back eraf te doen. En dat is in principe is daar een mooie hoogte voor, maar het zet wel zacht af. Dus dat is inderdaad hetgene wat eng is. Gast, easy. Oh, hier. Yes. Bo's idee is om zo meteen full in te doen vanaf deze hoge stapel van matten. En daarom gaat hij hem eerst even oefenen in de foam pit. En dan daarna, bam, hopelijk daarvan af. Maar ik ga hem zo laag mogelijk doen, zodat ik een beetje... Ja, dat je een beetje snel moet draaien. God, wat draai jij snel, gast. Oké, laat even weten in de reactie of jij een boot haalt. Maar ik weet zeker dat je het haalt. Gast, 100%. Deze draaide je zo snel. En je moet nagaan, dit is gewoon 3 meter. Hè? Dus dan heb je gewoon best wel veel tijd om gewoon... Bam. Bo heeft een soort mentaal dingetje. Dat er muziek aan moet staan voor een sicke trick. Muziek staat aan. Dat betekent dat Bo nu in de stemming is om een full in te doen. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, ja. Gast, je haalt hem echt. Die draait zo mokersnel. Maar ik hoop dat ik het ook hier heb, snap je? Ja, ja. Ja? Ja. Ja! Ah, die kan zoveel beter. Maar mijn hart, jongen. Oké, Bo heeft net dus full ingedaan vanaf. Super sick. Met muziek. Nu is de muziek uit zoals je hoort. Want hij zegt, ja, ik kan hem nu toch al. Dus, nou, kunnen. Nu kan hij hem zonder muziek ook. Ah, nee. Dit ben je hetzelfde, hè? Ja, het is zo moeilijk om daar... Ja, die afzet, gast. Je voelt gewoon een hele deuk van een afzet. Als het hard was geweest, dan had ik hem wel, zeg maar, echt kunnen landen. Ja, ja, denk ik ook wel. Ja, weet je wat? We moeten gewoon een keer buiten doen, man. Dan land je hem. Oké, nou, boven de hele sikke voor je gedaan. Maar ik ga nog ook even een sikke trick doen. Namelijk, triple voel je vanaf. Oei, joh. 2,5. Het was een leuke poging, maar het was nog geen 3. Oké, je triple voering niet helemaal was gepland, want dat was een beetje 2,5. Maar we laten dit blok nu even zoals het is. We gaan even naar de airtracks toe, want Bo is ook heel goed op de airtracks. Die kan heel goed turnen vanuit vroeger. Hij was vroeger een turner, nu niet meer. We gaan even kijken wat hij daar nu nog allemaal van kan. De airtracks zijn speciaal voor ons opgeblazen, dus gaan we ook even gebruik van maken. Ik heb nog 1 challenge voor Bo, ik had hem laatst ook voor Bart van der Linden. Die kon hem easy, maar heel veel andere mensen hebben er wel moeite mee. Namelijk standing Webster Barani op de airtrack. Kom mee. Dat. Maar nu even landen, want ik ben nu trampoline gewend en dat is anders. Nog 1 keer. Geland. Gewoon voeten aan de grond en dan bam. Sick! Hey, deze kun je niet voor mensen, man. Lekker. Het is wel kut, man. Ja, die is naar, hè? Ja, maar mijn beenspieren zijn ook niet echt meer wat het was. Optimaal, optimaal. Nou, dus kan je nog standing voel? Ja, dat wel. Kan deze lijn, hè? Maar, nee, wacht. Ik weet nog een keer vroeger, toen deed Bo deze keer op stenen en dat was echt gewoon... Toen had je het wel een beetje uitgespeeld gewoon. Dat kan ik nog steeds, dus heb ik het nooit gedaan. Moet ik misschien wel een keer doen trouwens, voel op steen, op zich. Kan prima. Maar, kijk even naar mijne dan, want die is niet... Ja, ik hoop dat ik hem wel land, maar echt hoog kan je hem ook niet echt noemen, vind ik. Ah, is
gewoon prima. Ja, die was op zich wel beter dan de vorige keer. Dat is wel chill. Zo mensen, jullie zien het goed. Ik sta weer thuis. Het geheugenkaartje zat helaas vol. Dus ik kon de outro niet meer maken in CrossJumps. Maar hier is die. Bedankt voor het kijken van deze video. En vergeet niet te abonneren. En ik hoop jullie weer te zien bij de volgende video. Later.